Deze man met de baard, ik ben toch benieuwd. Wat komt u doen? Wij komen geld brengen van de voetbalclub Eenderum en van cafetaria Eenderum uit Eenderum. En hoeveel is dat als ik vragen mag? Het is met elkaar 4700 euro. 4700 euro? Daar heeft de voetbalclub, die heeft daar een hele nacht voor gevoetbald. U bent ook zelf een goede kopsterke spits, zie ik, hè? Wat zei je? U bent zelf ook een goede kopsterke spits. Ik ben Bobo. En Bobo, nou, heel erg mooi bedrag. Ja, en dan ga je naar een waarschijnlijk astronomisch bedrag. Want dit zijn onze vrienden van Vindicat en met de rector Adriaan. Ja, nou, het is na 5 dagen zit het er voor ons op. Ja. We hebben elke dag acties gehad om geld in te zamelen voor het Glazen Huis. Ja. En op dit moment willen wij graag ons bedrag aan het Glazen Huis aanbieden. Even voor de duidelijkheid, we hebben natuurlijk waar Patrick zit, de studio, dat is jullie clubhuis, of hoe noem je dat? Ja, onze sociëteit. Onze sociëteit, ja, clubhuis kan ook. En voor elk biertje dat er gedronken werd, ging er geld naar het goede doel. Ja, inderdaad. Maar we hebben niet alleen veel gedronken, we hebben ook met allerlei ludieke acties onze maatschappelijke betrokkenheid van Vindicat naar het Glazen Huis ook aan kunnen tonen. En daarom hebben we echt een fantastisch bedrag bij elkaar gesprokkeld, mag ik wel zeggen. Ja, ik kan u wel stellen dat de helft wat van deze check komt van Patrick Lodiers, denk ik, hè, door zijn drinkgedrag. Nou, ik denk het wel, ja. En jij kon er ook wat van. Oké, okay, Adriaan, tijd voor jullie om bekend te maken hoeveel het is geworden. Nou, Sander, ik wil je niet langer in spanning laten. We hebben namelijk met Vindicat en al onze sponsoren 43.624 euro opgehaald. Ja, ik zou bijna zeggen, daar moet op gedronken worden. Ja, daar moet zeker op gedronken worden. En we zullen nog wel een klein feestje vieren. Ik ga even een plaats voor Patrick aanvragen door de brievenbus. Voor Patrick. Of je My Heart Will Go On van Celine Dion wil draaien voor Patrick. 43.000. Nou, Patrick, het komt goed. Ga lekker genieten, zou je van je doen. Ja, wij gaan gewoon rustig verder met het malaria vrijdrinken van de hele wereld. Dat gaat uitstekend. Waylon, wie doet er bij jou thuis de kutklusjes? Mijn moeder. Je moeder. Sorry mam, waar ben je? Sorry mam. Nou, mocht ze een keer hulp nodig hebben, dan kan je altijd bellen naar Sander en Filemon, want die doen bij ons de kutklusjes. Dit is Filemon Westerink. Dit is Sander Lantiga Hilversum 3. En wij zijn vandaag weer de klusjesmannen. Precies, en we zijn bij een supermarkt, de Jumbo. Of bij een Held en Spa. En ik heb echt geen idee wat we hier zouden moeten doen. Hallo. Hoi. Westerink. Dag. Hallo. Lantiga. Nou, welkom in Jumbo Hilversum. Ja. Hoe heet jij? Ik heet Jan. Oké. Okay, ja. Dit is ongeveer 4000 vierkante meter. En er moet elke dag gesopt worden. Dus we hebben een fantastische sopmachine, een sopzitmachine en een dweilwagen. En gaan jullie even een stukje winkel poetsen. Maar laten we eerst koffie gaan drinken. Even een bakje pleur, ja. Goed. Service met een glimlach. Ja. Ja. Ik kan echt heel veel dingen, ook niet. Ja. Maar één daarvan is dat ik kan niet glimlachen. Serieus niet. Ik wil gewoon lachen. Kan jij glimlachen, Louis? Ja, dit maar mij kijken. Mensen ziet het er ook zo uit. Dan jaag ik klanten mee weg. De rug is het. Dat is niet goed, hoor. Dat is leuk. Jezus. Kan ik u misschien helpen? Wat schrik daarvan? Ja. Oh. Sander. Hoe laat hebben jullie pauze? Ja hoor. Nu mag ik. Nee. Nu mag ik. Nee. Ik ben toch. Ik ga je een kusje geven hoor. Nee. Dat moet je dan. Nee, omdat jij? Pas op, dat is hoogst gevaarlijk. Willen jullie nu beginnen met proeven? Laten proeven van bepaalde producten? Ja, is goed. Oké. Okay. Ja. Laat soppetje niet meer staan. Ja, we hebben het een lullenpand, Filip. Ik heb 1 seconde al dicht gezeten. Ja. Want jullie gaan proeverijen doen. Ja. Lekkere kaas en tapas ga je uitdelen. Deze soap moet om. En dit hoedje kan je hier aan. Waarom mag jij de kaas? Omdat jij ook al op de dwijlmachine mag zitten. Ik ga straks degene gewoon lekker wisselen. Lekker bij de klanten langs aanbieden. En je mag het zelf, dat doen we niet.
gaan niet zelf eten. Een stukje kaas. Nou, ik wil wel heel graag een stukje kaas. Dat is lekker. Ik heb zelf ook proeven. Ja, ja, ik heb mooi bij je in handen heb, hè. Ja, ik ook zie dat het niet giftig is. Is dit voor het glazen huis? Daar komt een olijfje aangevlogen. Alsjeblieft. High five voor de kaas. Dank je, Sander. Sta je met je olijfjes, hè? Wat leuk nieuws. Ja, heb je die nieuwe laarsjes nog gekocht, of niet? Ja, zeker. Dat is een leuk hoor, voor een keer. Oh, en die komt. Misschien nog even naar huid. Niet staan, Eddie. Weg van de was! Wegwezen, Eddie! Ja, ik bel je vanavond, hè? Doeg! En voor mij, Arnie. Kom op. Jongens, één mag aan de ene kant beginnen en de andere mag aan deze kant beginnen met spiegelen. En dan spiegelen. Prachtig, alle etiketten ervoor, allemaal mooi strak, hartstikke goed gedaan. We hebben hier 1000 oliebollen. We hebben heel veel klanten, we hebben een omroepinstallatie en probeer zoveel mogelijk oliebollen te verkopen. Kom oliebollen kopen, opbrengst gaat direct naar... Het goede doel en dat is de bestrijding van malaria. En Sabine van de versafdeling, Filimon vind je leuk. Nee, Aletta. Aletta, wil je vanmiddag wat met me drinken? Lekker oliebollen, wie maakt ons los? Vers van het mes, oliebollen voor het goede doel. Kijk eens, deze lijkt op papa. Kijk eens. Voor jou een? Ja. Alsjeblieft, dankjewel. Voor 5. Alsjeblieft, Eddie. Waar is Filimon? In de kookstudio. In de kookstudio? Jij vieze schuismacheerder. Wat? Ja, laat mij nu niet in de steek. Ik zit heel even met Aletta de koffie te drinken. Ik ga weer goed, hoor. Iemand oliebollen? Oh, mislukt. Ik heb hier een tasje voor jullie. Wow. Dus, wordt aangeboden door de medewerkers van Jumbo. Heb ik nog een check? Ja. Gaat het niet op. Dat is 2000 euro. Ja. Maar ik mag, van Jumbo mag ik er 5000 euro voor maken. Dus 2500 euro. Bravo! Zeg oeh, Jumbo Jan. Zeg oeh, Jumbo Jan. Allemaal! Zeg oeh, Jumbo Jan. Zeg oeh, Jumbo Jan. Ik vond het een hele leuke ervaring.